lol, gewoon met een sigaret het water in. Er komen weer nieuwe mensjes aan. Dit is het hele strand, Long Beach, vanuit het water. Super chill. Daar zijn alle lokale gasten blijkbaar aan het zwemmen. Oké, dit zijn de antwoorden als je in je eentje op reis bent en dan komt een gast naar je toe. Nee, ik ben niet alleen. Mijn man ligt ziek op de kamer. Ik weet niet hoe lang ik blijf. Ik kijk wel hoe lang ik zin heb. En ik zit ongeveer daar. Ik weet niet precies wat het is, maar wanneer ik er ben, wanneer ik het zie, dan herken ik het wel. Alleen ik weet het adres niet precies. Blijkbaar zijn die lokale gasten allemaal in de ochtend vrij. En ik vind het heel leuk voor ze. Super, dan kunnen ze lekker zwemmen en zo. Maar ik liep het water in en er kwam meteen eentje op me afgeremd. Hello, hello, are you alone? Are you alone? Nee, mijn man ligt ziek op de kamer. Oh, zie je die rook daarboven? En daar? Dat komt volgens mij allemaal van Indonesisch Borneo. Er is daar echt een gigantische brand of zo. Kijk, de slaaphutjes zijn dus daarboven. Daar ga je de trap op. En dan kom je hier beneden. Bam, hier heb je meteen het zand. En dan ben je eigenlijk meteen op het strand. Super chill. Nu gaan we die kant op lopen. Door de jungle heen naar een van de weinige restaurants die goed wifi heeft. Yes, ik heb weer de beste curry ever besteld als lunch. Daarnaast weer de super lekkere omelet. Ze doen er uitjes bij en pepertjes. Echt heel lekker. Rijst, want ik wist al, ik ga die curry echt niet laten staan. En dit is iced lemon tea zonder suiker. Gaan we weer via de jungle naar de andere kant van het eiland. En het klinkt veel spannender dan dat het is. Behalve 's nachts, dan is het hier helemaal pikdonker. Er zijn geen lantaarnpalen. Ik kan me oprecht niet voorstellen dat dit een verantwoordelijke fikkie is. Maar ze zullen het wel weten. Dit is dus de jungle. Als je zo om je heen kijkt. Wij komen van die kant. En we gaan nu deze kant op. Oeh, ik heb vanmorgen een Discovery Dive geboekt. Nog geen full paddy cursus, want die wil ik eigenlijk wel samen met mijn broertje doen. Een andere keer. Maar we gaan dus wel duiken morgen. En ik wilde even checken hoe laat we hier moesten zijn. Morgen om 2:15 gaan we dat doen. Yeah, ik heb snorkel gear gehuurd. Kijken of we wat visjes kunnen spotten. Ik vind het heel eng om in het diepe te zwemmen. Dus ik blijf meestal bij de stukjes waar ik wel kan staan. Wauw, ik heb dit zo gemist. Ik moet echt één keer in de 3-4 maanden moet ik gewoon op een strand zitten. Want anders dan nee. Ja, dan ben ik gewoon geen happy panda meer. Trouwens, toen ik werkte, ging ik ook elk jaar rond deze tijd, september, oktober, altijd 1 week op vakantie in mijn eentje. En dat vond ik zo chill. Dan ging ik altijd naar zo'n all-inclusive resort. Daar heb ik super veel boeken mee. Gewoon chillen, eten, zwemmen. Dinner is served. Telur dadar, mijn favoriete vervanging voor rijst tegenwoordig. En gebakken groenten. Er zat niet zo heel veel op deze kaart. Echt heel veel beef en kip en zo. En dus ik dacht, nou, ik neem maar dit maar gewoon. Daar heb je ons kleine vriendje weer. Hey, popje. Ja, ja, kleine tijger ben je. Hey. Oh, kijk nou, en dat was gisteren dus de baby. Nini durfde te spelen. Hé, hey, schatjes. Oh, je schrok een beetje. Je schrok een beetje. Oh, schatje toch. Ga eens weer. Ga eens een broertje met hem.
het boek wat je moet lezen als je naar India gaat. En ik ben nu in begonnen. Het gaat over een crimineel die is ontsnapt uit Australië. En die dan in de onderwereld van Mumbai belandt. Ik vind hem nu al vet. Ik heb een paar pagina's gelezen. Dat ga ik nu weer verder lezen. Oh, dit is echt een bummer. Ik ben verbrand. Vooral deze schouder. Het is helemaal rood. Dus ik zit het in te smeren. Oh ja, en ik heb een maskertje op. Morgen gaan we duiken. Als je nog niet hebt geabonneerd, doe dat dan nu. En als je wel geabonneerd bent, dan zie ik je morgen. Wel trusten.